Hey, een Triassic wrap die je kan kopen met supporter creator code Junkin heb ik gedaan, maar die opname moest ik wegmieteren helaas. En in deze hut opnemen is extra kut. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. En zo niet, ja, fuck jou dan. Ja, we gaan lekker met Rudy. Deep Fried tegen squats doen wilde ik zeggen, maar het is een heel team. Alright, we droppen eventjes in Pleasant. Ik heb natuurlijk mijn maatje Rudy uitgenodigd om even een leuke challenge aan te gaan die ik jou nog niet heb verteld, Rudy. Oh, zeg dat van tevoren. Dan kan ik nog nee zeggen als die mij niet aanstaat. Nee, ja, ik heb je er een beetje ingeluisterd, sorry. Maar ik wilde graag gewoon even kijken wie er de meeste kills kan maken. Is dat niet leuk? Gaat hij weer meteen zo dominant doen? Ja, nee, maar dat is toch gewoon... Dat maakt het nog een beetje uitdagend. We zijn allebei niet warm. We zijn allebei hartstikke muf door de warmte en de hitte en zo. Oh, yes. Ja, nee, dat moeten we achteraf zeggen als je verliest, zeg maar. Van, ah, nee, maar ik was zo moe, man. Ja, maar ik ben ook echt moe. Zie je die zweetplekken niet onder mijn oksels? Ah nee, dat kan je niet zien. Ah. Ja, maar je wordt ook echt moe van zweetvlekken. Nou, op zich. Ja, als ik een zweetreet heb, dan ben ik vaak wel moe. Daar word ik moe van. Ja, we zitten tenminste in team Amberga, dus dat is al fijn. En ik heb best wel een oké loadout, alleen niet alles wat ik wil. Is daar glider deploy aan? Is dat een ding? Nee, die moet je zelf vinden. Super kut. Ik heb er hier één, maar ja. Het is wel handig, maar je hebt meer in je grappler, denk ik. Maar ja, looting phase is niet heel leuk, dus die ga ik voornamelijk even skippen. Nee. Oh, pump. Hey, there you go. Jawel, die ga ik skippen, Rudy. Stik hem maar in. Nee, dat ga je niet doen. Dat is echt heel gemeen. Nee. Mensen willen... Ah, what the fuck? Ja, oh, kut. Oké, laten we hier weggaan. Grapple voor... Ik heb echt scheid loot al. Ik heb alles groen. Ik heb ook alles groen. Oh, een grijs SMG en een slurp. Wil jij nog een slurp of zo hebben? Nee, ik moet echt even een crowd control wapen hebben, joh. Gewoon even... Ja, maar kijk, de granaten ga je sowieso niet benutten, denk ik. Ik denk dat je echt veel meer hebt dan een sniper, AR en SMG. Je kan niks anders... Yeah, hey, een sniper. There you go. Nou, dit is leuk. Het is wel heel fijn om een infinite crowd... Fall damage! Are you kidding me? Ik ook. Oh, god damn it. We moeten naar de luchtbasis, Rudy. Hebben we een skybase? Oh, wow. Ja, we zijn nu al aan het skybasen. En wat kutte is, het is meestal dat dit soort potjes best wel gelijk opgaan. Maar het is gewoon leuk om voor de kills te gaan. Plus, er zijn een rode crate. Die wil ik hebben. Oh, maar dat is oneerlijk. Ik wil die ook. Nee. Dit is mijn crate. Nein, raus, bieten ze. Nee, wacht, er gaat het teammate nu net op af. Verdomme. Teken hem in zijn nek. Nee. Zijn haar in Nek. Hij heeft hem. Er zit een paarse pump in. Oh, een blauwe pump. Thanks, Pik. Ja, nou, hij heeft een minigun. Oh, wacht eens even. Ja, ga maar even weg. Ik wil deze medkit hebben, maar ik wil niet dat je mijn grappler jat of zo. Ik hoor al mensen die geschoten worden. En dan hadden mijn shotgun bla bla mega. Wat de hel? Hoe dan? Een acht seconden, Duncan. Hoe kunnen mensen elkaar killen, Rudy? What the fuck? Ik zie hier nog een tegenstander. Mensen glitchen gewoon door de muur heen. Oh, we hebben een cheater desk. Bij Shifty zit een cheater desk. Ja, de wall gaat naar beneden. Oh, wacht even hoor. It's Rudy, trembling. I found the cheater desk. Hij is hier. Hij is bij mij. Ben jij dat, Kill die grappled? Ja, maar ik weet niet waar die is en de map is naar beneden. Oké, weet je wat? Ik ga gewoon pushen. Fuck it. We gotta go, man. Ik een rocket launcher vliegen naar onze base. Ja, is dat zo? Yep. Oh, maar misschien hebben ze wel gewoon gerocket ride. Dat zou kunnen. Oh, is dat onze basis? Ja, dat is... Oké. Sorry! Wacht, ik heb een enemy gekillt. Iemand die... Oh... Die volledig naar beneden, joh. Ja, maar dat was ik die hem naar beneden schoot. Ah, ik dacht dat ik hem neerschoot. Nee. Ik heb al 2 kills, Rudy. Where are you at, man? Ja, ik zat iemand te lezen. Wel flink te vechten hier al, maar ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Die skybase is wel verschrikkelijk naar. En hey, wat is dat? Al mijn kills worden genakt, man. That's kind of how the game works, to be honest. Wow! Oké, het glider ziet er heel gek uit vanaf hier. Oké, fuck. Nee. Kut. Ah. Oké. Oh, crap. Heb jij überhaupt al een kill? Ik heb een kill. Auw. Wat? Oh, huh? Oké, ik was zo in de bar. Oh, wacht. Come on. Please. Waar je grappler trouwens? Don't forget to use it. Oh. Kut. Oké, ik heb hem. Very nice. Zit wisely. Oh, wie zit op die turret? Ben jij dat? Ja, nee. Mountain turrets zijn echt geniaal, man. Die moet je wel gebruiken. Die kan je vooral gebruiken om een basis neer te halen, maar we hebben superveel mensen bij. Ik zit legit even te kijken wie nou de enemy is. Hebben de enemies ook vinkjes boven een koppie? Nee. Alleen wij. Alleen enemies hebben zeg maar een tomatenhoofd. Oh, ja. Daar kan je ze onderscheiden. Oh, wat? Mijn shotgun. Oké, dank u. Jemig. Dit is zo kut. Ik heb nu al 44 HP. Waar zit ze? Ja, wij zitten echt te verdedigen, hè? Gliding sounds zijn echt terrible, omdat je natuurlijk ook heel veel teammates hebt. Die hem hier chillen. Oh, come on.
Ja, met de EK is het wel echt helemaal kut. Hebben we geen launchpad of zo? Nee, helemaal niks. Fuck, dude. Ik ga gewoon bridgen, I guess. Alhoewel, er zitten ook weer mensen op ons dak. Zo verwarrend met al die geluiden, man. Oh, yo, maar deze guy is slim. Die heeft een hamburger glider, maar dat is een tomatenman. Kom terug. Tomato man. Kom terug, waar de fuck zit hij? Ik heb hem. Oké, nice. Fake Knight heette die. Wat een gozer. Oh, hier is ook een team met... Oh, we hebben hier een launchpad. Oh, nee. Ja, het zit op ons huis, Rudy. They're on the roof. Oh. Oh, het is zo naar dat we niet nee, het zijn er twee. Ik word geteamd. Oh, wat een nare plek. Mijn shotgun, shotgun shots, man. Ik choke ze allemaal. Hey, je zit ook al helemaal te focussen, hè. Ik hoor het wel. Ja, maar zo... nee. Je bent zo het stil zo dat ik het hoor. Het is zo verwarrend wie is en waarbij hoort. En dan zit je... Word je aangevallen van dichtbij en dan kun je niet echt bouwen op dat platform van andere mensen. Ja. Qua edit, je hebt geen controle. Mag ik wel vragen hoeveel kills je hebt, Rudy? Ja, 202 bedoel ik, sorry. Twee. Oh, nice. Nee! Wat was... Jenna, was jij die mijn kill nakte? Ik had hem voor 98 geraakt. Holy damn, ik word... What the fridge. Waarom stopt ze silent snipers in de game? Oh my god, holy shit, wat is dat? Ik heb ook geen idee dan wat ik dood ga. Silent snipers? Ja, dat is best wel kut, ja. Even kijken. Oh my god. Er zit een guy met een ballon de hele tijd te shitten. Oh my god. Ja, die zit super hoog te gaan. Ja, die heb ik net even gesniped. Alleen, ik werd daarna gepumpt door een andere guy. Het is super misleidend sowieso als ze een skin dragen die bij het andere team hoort. Dus dan hebben ze de burger guy skin, maar dan hebben ze een tomatenhoofd, weet je wel. Volgens mij zitten ze ook te snipen vanaf, vanaf de helemaal bovenin. Oeh! Ja, je moet heel goed opletten op Polar Peak, man. Oh! Ja, wat is dit? Ik werd gedoubleteamed! Oh, ze zitten echt allemaal op onze base. Ja, ik zie het. Ik zie ze van alle kanten naar beneden glijden. Maar het punt is, we moeten wel echt beneden blijven defenden en niet boven. Want ze zitten nu gewoon laag. Hé, hey, ballonnen, what the fuck doen die hier? Excuse me. Oh, crap! You okay there, buddy? Laten we alles ook dicht editen, is misschien ook wel handig. Oh, man. Waar zitten ze? Ik weet echt, dat ze er zitten. Boven onze base, houden. Boven onze base. Oh, maar ook beneden. Eentje knocked. Oh, crap. Ja. Fuck. There you go. Wat? Oh, kut. Nee, ze hebben spike traps in onze basis. Wat kut. Ze hebben trouwens nog maar 1% damage genomen, Rudy. We gotta step up our game. We lopen echt waar achter. Eentje zit bij jou met een ballon. Ja, de minigun. Ik zag hem. Oh, well. You'll be fine, man. Thanks, man. Ik ga gewoon even wat damage doen op een core. Dat is wel even nodig. Ik ben bijna dood op die guy. Ja, het is oké. Nee. Wat zit die guy te doen? Oh mijn god, er zit een guy hier met een shotgun op de dingetjes erachter. Werkt het überhaupt? Nee, dat is echt compleet niet functioneel. Oh mijn god. We hebben noobs in ons team, Rudy. Dan denk ik zo bad. Nee. We hebben gewoon echt een no-skinner met niks. Het is hier super luid. Oh wacht, ik zie het. Zo na, man. Au, wat? Een boog? Oh mijn god, er zit iemand met een boom. Ja. Oh god. Ja, nee, maar dat is heel naar, want uiteindelijk heb je gewoon geen shield meer. Er zit letterlijk iemand op ons dak en die zit met de spawn killen. Oh, echt? That's not good, man. Hallo? Ik ben even op onderzoek uit. Spawn traps zijn ook, of traps zijn ook gewoon echt de worst. Oh, ik word geklokt. Oké, nice. Come on, dude. Sterf in een hoekje, dank u. Jemig. Ik heb wel genoeg shotgun, maar dat scheelt. Oké. We good? Is onze basis clear of niet? Nee, er zit er nog één. Oeh! Dat was clean. Dat was echt best wel clean. Oh, ik hoor hem lopen, nog een guy, vinden, boven jou. Twee man op de top van onze basis. Yeah. Oeh, 24 headshot. Nice. Oké. Hier zit nog een guy, sowieso. Oh. En dan... Hoi. Gozertje. Wat is het ermee? Oh, Duncan, ja. I gotta ask, hoeveel kills heb jij nu? 18 heb ik er nu. 18! Ja. Nul. Wat? Stop, even remmen. Nee, ik ga iedereen killen. Hoi, there you go. Eloy, stik een huig. Sterf in de huig. Ah. Oh. Man, oh, hij zit hier beneden, are you kidding me? Ik heb wel enorm veel spijt dat ik geen SMG mee heb. Oh, yes, for sure. Je moest hem ook gewoon Loki te smaken. No! Oh, what the fuck? Hoe is dat een ding? Oké, ik killde mezelf, maar ik heb zojuist ook een enemy met me meegenomen. We zijn heel erg hard aan het verliezen. Onze percentages gaan omlaag. Ja. We hebben alleen heel veel mensen die ons aanvallen. En dat is een beetje kut. We moeten ze gewoon echt even remmen. Alleen, ik heb niet de AR, man. Ik heb niet de AR hiervoor. Boom. There you go. Eentje weg. Andere moet nu ook weg. Come on. There you go. Ik doe goede shit, Rudy.
Wat? Hoe is het nu? Oh, oké. Hey. Oh, wat? Dit is voor mij toch? Kom op. There you go. Aan de andere kant. No! Nee! Oh! Oh! Jezus, er zit er nog eentje. Oh man, maar we hebben nog 27%. We zijn echt kaart aan het verliezen. Ik had glider redeploy mee moeten nemen, ouwe. Oh, we zijn heel hard aan het verliezen. Oh ja, maar we, als we hun basis meenemen, en nog, dan kunnen we nog steeds winnen, hè? Oh, boven ons weer. Je hoort niks. No. Je hoort niks. No. Ja, ik land gewoon in hun base, man. Ik doe wel gewoon groene pump en wing it al. Oh, wat? Nee, dat was niet eens raak. Of dat was echt mijn teennagel. Hoe doet dat onder damage? Er zit gewoon een guy met een boog echt keihard te verdedigen. Die doet echt alles voor hun team. Going in, Rudy. We're going in. I wanna go in, maar ik heb niks. Going in. I'm going for it, man. Oké. Hoi. Oh, de bananengozer. Was dat de boog? Ik denk dat dat de boog was. Oké, nu ga ik gewoon vallen van mega hoog en hoop ik mezelf te redden. Oké, dat had geen zin. Oh nee, maar nu ben je knocked en nu ben je gone. Wat, ben ik ja, omdat je fucking onze dingen stoot. Ja. Wat is stink timing? Ze hebben echt verkeerd getimed. 13%. Hij gaat nu langzaam naar beneden, dat ding. Dus dat scheelt. Ja, ik ben nu gefinished. Ik ben nu... Hij kan gewoon niet aimen, die man. Oké, wacht. I'm gonna take control of my surroundings en dan ga ik verder. Oké. Ik lig veilig, hou. Oh, nou niet meer. We hebben nog 8%. Rudy, dit kunnen we nog winnen, maar niet met jou. Het spijt me. Ja, maar ik... Oh, damn it, dude. Damn it, dude. Sorry if I disappointed you. 4%, 3%. We got this. En dan moeten we nog 13 man killen, dus dit wordt een hele leuke klus. Oh god, 1%. Hij moet nu kapot zijn. Ik had ook gewoon geen minis. There you go. Nee, hè? Oh, come on. Yes. Ik heb hem. Lekker. Oh my god, ik nam geen damage ervan. Oh, nou heb ik echt spijt dat ik dood ben, ouwe. Oh. Kom eruit. No! Goddammit. Waarom vlucht hij? Oké. Oh! Oh my god. Like, come on. Jemig. Dit is echt de hoogste pressure die ik ooit heb gehad. Oh, come on. Dat was, als dat raak was... Het zijn er 11. Dus ze weten allemaal waar je bent. Ja, dat maakt niet uit. Ja, maar die is knocked, hè. Ze kunnen allemaal gerevived worden. Ja, maar dat maakt niet uit. Finish de knockdowns. Nee, weet ik niet of dat slim is. Hallo? Oh, ze zien me echt niet. Oh! Nice. Ja, ik heb een silent sniper, hè. Ze weten niet waar het vandaan komt. Ja, klopt. Oh, ze worden wel gerest. Hallo. Silence TK. Got him. Oh my god, dude. Ik ben zo fucking scared. Echt waar. Boei. Wat? Was dat mis? Wat? Dat was niet mis, gozer. 4-8, man. Oké, ik heb nog een limmer bij. Daar wordt er eentje gerest, 100%. Ja, daar wordt 100% gerest. Ik zie ze daar lopen. Oh, dat was raak geweest. Oh, dat was... Niet bang zijn. We zijn nog met wat makkers, hè? Ja, maar ik hoor ze alleen niet. Dat is het probleem. Nee, ze zitten allemaal volgens mij bij dat... ik weet niet wat het is. Ik hoor ook een heel gek geluid de hele tijd. Ja, ik hoor dit. Hij ziet me. Oh, als ik die had, dat was sick geweest. Ik zie nog iemand bouwen bij hem. Nope. Oké. Het kan zo voorbij zijn, hè? Dat is het zure. Yep. Oh, man. Ja, hun hoofden zijn heel breed, hè? Oh, is dat het? Oh shit, 1 punch. Ook nog eens. Ja, ik kan hier weg. Ik heb een getaway. Duh. Als ik 1 pick krijg, dan is dat goed. Piek maar. Snipe maar. Hè? Snipe. There you go. Oké, okay. Might as well. Die tomatenhoofd is zo vervelend. Might as well help my teammate. Go to Oh nee! Wat? Nee, gozer. Oh, ja. Stop. Ja, dat heb je. Oh, medkit. Oeh. Thank you. Oké. Oh man, ik hoop dat ik dit overleef. Ze komen wel naar me toe. Ja, ik hoor ze. Oh, wat? Neem mijn grappler! Oh! Jemig. 3 AP. Medkit, poging 2. Bouw jezelf in. Ja. Oké. Poging 2. Ik denk niet dat ik genoeg tijd heb. To be honest. Hij moet het doen. Hij heeft er een knocked! Met een sniper! Oh, andere? Bijna. Juist. Grapple die. Dat is hem, oké. Lekker! Waar is mijn SMG? Waar is mijn SMG, gozer? Waar is mijn SMG? Hij heeft hem gepakt, volgens mij. Hij heeft hem? Nee. Hij lag op het dak. Dat zou heel kut zijn geweest. Misschien achter je doos. Ja, dat zou best wel kunnen. Oeh, After me box. Nee, ik denk dat hij hem heeft. Hij heeft hem. Oh, dat is wel heel zuur. Ja, nu weet je wat ik voel. Echt hoor. Eerst een sniper bovenin, man. Nog steeds, denk je? 3-3, hè? Dus ik heb nog een team mee daar. Ja, ik zag ik dat ding vliegen. Oh man. Rechts van je gebouwd worden, man. Rechts aan de onderkant. Ja, het is jouw east kant van het kasteel. En dan aan het kasteel. Ja. Oké. Okay. Dus eigenlijk bij dat metal in de buurt. Mm-hmm. Maar ik hoor nog iemand. Dat is niet de guy onder me. Ik weet niet of die hem op... Ja. Ja, oké. Hij is naar midden toe gewerkt.
Oei. Got him. Oh. Get wrecked, scrub. Nog twee. Eentje zit sowieso in die basis. Hij staat op de minimap, of niet? Of ja, jawel. Oh, ja. Oké. Maximale bouwhoogte. Yes! Lekker, dude. Nog eentje. Hij komt eraan. Ja, hoor! Hoppakee. 33 kills, niet bijzonder veel, maar dat was even een dikke comeback. Gast, je had bijna een derde van alle kills. Ja, echt hoor. Ik heb inderdaad zoveel mensen geëliminate toen. Nou, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Hoeveel kills had je, Rudy? Ik had er 10. Ik had er 33. Nou, dat is een klein verschil. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer op Rudy. Doe duimpje omhoog. Ik zie je ook bij de volgende keer. Ah, peace out.